Goedenavond. In onze vorige twee programma's hebben wij een beeld opgehangen van hetgeen de straatrepressie in ons land is geweest. De feitelijke macht bij de bevrijding van begin september 1944 en nog een tijd daarna was in handen van het verzet. Dit zal maar eerst midden november 1944 kunnen ontwapend worden, zodat de macht kon uitgeoefend worden door de daartoe geëigende overheid. Een enorme taak lag te wachten. Het land moest in velerlei opzichten wederopgebouwd worden. Er moest ingestaan worden voor de voedselbevoorrading en de vele andere dringende noden van de bevolking. En de collaborateurs moesten bestraft worden. Niet zoals tijdens de straatrepressie gebeurde, maar op grond van de strafwetgeving en door de bevoegde gerechtelijke organen. Daarom de nu volgende programma's over de gerechtelijke repressie en epuratie. In de politieke klasse, zowel links als rechts, ontbrak na de bevrijding een samenhangende, doordachte en vooral realistische visie op hetgeen met de incivieke moest gebeuren. Volgens het bureau van de Belgische Socialistische Partij in een na de bevrijding gepubliceerde brochure had elke vorm van collaboratie, had elke collaborateur als enig motief geldelijke of stoffelijke voordelen gehad. Politieke collaboratie had volgens dit bureau niet bestaan, enkel misdaden van gemeen recht. De doodstraf moest worden uitgesproken in alle gevallen zoals voorzien in het strafwetboek en dat betekende in duizenden gevallen. En de terechtstelling diende binnen 3 dagen na de veroordeling voltrokken. Omdat niet elke collaborateur kon doodgeschoten worden, moesten velen gedeporteerd worden. Niet naar Congo, want dit zou de morele voorrang van de blanken tegenover de inboorlingen in gevaar brengen. Er moest een internationaal akkoord over een ander gebied komen. Ten slotte moest er een speciale belasting voor de niet-terechtgestelde en de niet-gedeporteerde worden voorzien die na hun gevangenisstraf moest betaald worden. Ze mocht niet meer dan 50% van het jaarlijks inkomen bedragen en ze mocht maar 15 jaar lang geheven worden. Ook de andere strekkingen lieten niet na een hard standpunt in te nemen. Weliswaar lieten de communisten zich erbij als de meest onverbiddelijke opmerken. Voor de KP moest de repressie meedogenloos en onverzoenlijk zijn, zonder inschikkelijkheid en zonder compromissen. Het probleem van de bestraffing was trouwens al opgedoken bij de Belgische prominenten te Londen, die aan een chronische onderschatting leden van hetgeen de zuivering als probleem met zich mee zou brengen. De naar Engeland uitgeweken regeringsleiders en parlementsleden hadden aanvankelijk in zaken repressie en epuratie een voorzichtige en gematigde houding aangenomen. Zij dachten over de repressie als over een operatie waarbij slechts enkele honderden topfiguren van de collaboratie het zouden bekopen, terwijl men voor het kleingrut erg mild zou zijn, zoals het studiecentrum voor de naoorlogse problemen het formuleerde. Wij hebben ons in politiek gebied ook bezig gehouden met het voorbereiden van maatregelen, strafmaatregelen voor de zogenaamde verraders. Wat men in die tijd noemde de kleine collaborateurs, is er eerder een politiek van nationale pacificatie voorgestaan geworden vanuit Londen. Dat mag zonderling klinken, maar dat is in elk geval de geest geweest waarin wij werkten. Maar in 1942 kwam Antoine Delfos, in 1940 minister voor Verkeerswezen in de regering Pierlot naar Londen, werd er minister voor Justitie en wijzigde het aanvankelijk minimalistisch in een maximalistisch regeringsstandpunt. Niet enkele honderden, maar tienduizenden en nog eens tienduizenden verraders zouden er moeten aan geloven. Er moesten zeker 70, 80, ja zelfs 90.000 incivieken vervolgd worden. Dat was voor Delfos een minimum. Nochtans had Antoine Delfos als minister in de zomer van 1940 een heel andere indruk gelaten. Hij was de enige minister die in België was gebleven of er niet was weggeraakt en die dan na de capitulatie met een Duitse schein naar Frankrijk trok en in tegenstelling tot de andere regeringsleden daar niet bleef, maar naar België terugkeerde. Volgens sommigen deed hij dat omdat hij toen, zoals zoveel andere Belgen, oordeelde dat de Duitsers de oorlog hadden gewonnen en hij tijdens de bezetting een vooraanstaande en actieve rol wilde blijven spelen. Alleszins heeft Delfos het hof
zijn handtekening aangeboden om de regering Pierlot, waarvan hij nota bene zelf deel uitmaakte, te ontslaan en heeft hij zich voor werkervatting onder meer bij de spoorwegen en het INR ingezet. Maar eind 40 richtte hij mee het Waalse Armée de la Libération op. In 42 trok hij dan naar Londen, waar hij erin slaagde de gematigde opvattingen over de te voeren repressie te verdringen en strenge repressiewetten door de regering te doen uitvaardigen. Het beste bewijs hiervan is dat de eerste belangrijke Londense besluitwet in zaken beteugeling van het incivisme, de 17 december 1942, amper enkele maanden na de aankomst van Delfos te Londen, werd uitgevaardigd. Deze besluitwet kwam tot stand nadat de algemene oorlogsatmosfeer en de houding van de geallieerden tegenover Nazi-Duitsland en de collaborateurs verstrakt was. En in plaats van een element te brengen vanuit België om met enig begrip over de moeilijke omstandigheden te praten, integendeel, hij is de man geweest die in Londen de anderen is gaan ophitsen. Hij die uit België kwam, had een nuttige inlichtingsbron kunnen zijn om een aantal zaken uit te leggen. Bij nu, hij is de haatdragende repressiemaniak geweest. Van bij haar terugkeer zal de regering Pierlot en in de eerste plaats Delfos als minister van Justitie af te rekenen krijgen met het feit dat buiten het gerecht om tienduizenden en nog eens tienduizenden van incivisme verdachte personen in gevangenissen en vooral in geïmproviseerde interneringsoorden zaten opgesloten. Het feit dat menige onterecht opgepakte verdachte na korte tijd voorlopig werd vrijgelaten, verwekte bij het verzet hevig protest. Mogelijk heeft dit ertoe bijgedragen dat Delfos in het naoorlogsministerie Pierlot, dat regeerde van 27 september 1944 tot 7 februari 1945, niet meer werd opgenomen. Zijn avontuur met de nieuwe partij, de Union Démocratique Belge, zal trouwens het einde van zijn politieke loopbaan betekenen. Maar bij ons onderzoek zullen wij het hebben over repressie en epuratie, of bestraffing en zuivering. Laten we dus om te beginnen al het onderscheid tussen beide begrippen maken. Wel, men kan de term repressie in twee betekenissen gebruiken. In ruime zin betekent repressie alles wat men heeft aangevoerd om collaborateurs te berechten. Ik reken daartoe ook de spontane repressie, onmiddellijk na de bevrijding. Ik reken daartoe ook wat er gebeurd is bijvoorbeeld in het vrij onderwijs, particuliere vormen van repressie. Dus men kan die term gebruiken om het hele bedrijf dat in gang is geschoten na de bevrijding een naam te geven. Maar men kan repressie ook zien als dat gedeelte van de berechting dat verlopen is langs de militaire rechtbanken. En dan spreken we van repressie in strikte zin. Dat gaat dan over die 57.000 mensen die voor de rechters zijn verschenen. Dus de bestraffing door de militaire rechtbanken van een aantal collaborateurs op basis van een aantal artikelen uit het strafwetboek. Meer bepaald de artikelen 113 tot 123 DCS van het strafwetboek. Daarnaast is er wat ik zou noemen de burgerlijke epuratie. Dat wil je wel zeggen, de ontzetting uit de rechten, meer bepaald deze bedoeld bij artikel 123 secties van het strafwetboek, van ook weer een aantal collaborateurs die dus ingeschreven werden op wat de lijsten van de krijgsauditeur genoemd werd. Dus toch een magistraat, maar die op eigen houtje kon beslissen dat iemand werd ingeschreven op een lijst waardoor de betrokkenen zijn politieke en burgerlijke rechten verloor. Dat de fameuze lijsten van de krijgsauditeurs. Van de krijgsauditeurs, waar uiteindelijk zo'n 43.000 mensen op ingeschreven zijn. En waardoor men zijn burgerrechten kwijt verloor. Speelde. Zijn kiesrechten, het recht om te publiceren, het recht om een onderwijsambt uit te oefenen. Openbare functies uit te oefenen. Openbare, maar ook men kon bijvoorbeeld geen advocaat meer zijn. Ja.
Men kon geen lid meer zijn van de beheerraad van een VZW. Dat was een zeer uitgebreide lijst van rechten die men verloor. En waarom werd benevens tot repressie ook nog tot burgerlijke epuratie of cijfering overgegaan? De bedoeling was om tot een snellere afhandeling van de berechting van de collaboratie door de militaire rechtbanken te komen. Dus men zat met een overgroot aantal dossiers die men niet allemaal in detail kon behandelen, die men niet allemaal wou voor de militaire rechtbanken brengen. En men zag de burgerlijke epuratie dan als een vorm van zuivering, de term zegt het een beetje zelf, als een vorm van zuivering die sneller kon verlopen dan de militaire rechtbanken de collaborateurs konden berechten. Ja, dus we hebben repressie in enge zin, dus wat door de militaire rechtbanken werd gevonden is. Ten tweede dus de burgerlijke epuratie, waarbij een gevolg was ontzetting uit de burgerrechten. En er waren nog andere vormen. Ja, dus een derde vorm was de administratieve epuratie of zuivering. Dat betekende dus dat de overheid haar personeel ging uitzuiveren. Dat de overheid de mensen die fout geweest waren onder de oorlog ging sanctioneren. Daarbij moet de term overheid zeer breed genomen worden. Het ging zowel om de nationale overheid, waarbij dan ministeries, parastatale, leger en rijkswacht en dergelijke meer bedoeld werden, als om de provinciale en gemeentelijke overheden. Krachtens de betrokken besluitwet van de 8e mei 1944 over de verwijdering uit openbare functies konden alle ambtenaren van Rijk en parastatale, magistraten van het Openbaar Ministerie, bestendige afgevaardigden, schepenen en leden van de commissies van openbaar onderstand bij ordemaatregelen geschorst worden, ten einde een onderzoek naar hun gedrag tijdens de oorlog mogelijk te maken. In deze functies waren tijdens de oorlog vele nieuwe ordeaanhangers door onder andere secretaris-generaal Romsé benoemd geworden. In de tweede plaats konden volgens deze besluitwet van de 8e mei 1944 benoemingen, bevorderingen en ontslaggevingen, waartoe na de 16e mei 1940 in openbare dienst was overgegaan, ongedaan worden gemaakt. En ten derde konden diegenen wier benoeming of bevordering met terugwerkende kracht was vernietigd, ertoe verplicht worden de ten onrechte ontvangen wetten en vergoedingen terug te betalen, wat voor velen de afgrond betekende. Oorspronkelijk was de verwijdering op maximum 6 maanden bepaald, doch er waren zoveel ambtenaren en mandatarissen geschorst dat deze termijn niet volstond. De besluitwet moest ettelijke keren verlengd worden, zodat een aantal betrokkenen jarenlang en bovendien zonder inkomen waren geschorst. Bovendien werden tijdens de epuratie verscheidene honderden ambtenaren geschorst, nadien volledig onschuldig bevonden, maar niet terug aan het werk gesteld, nog vergoed. Privéorganisaties vielen daar niet onder, maar het is wel aanwijsbaar dat die ook een vorm van epuratie of zuivering gehanteerd hebben. Maar die was dus niet, in veel gevallen niet juridisch gereglementeerd. Ik verwijs daarvoor onder andere naar het vrij gesubsidieerd onderwijs, naar de beroepsorden, zoals de orde van advocaten, de orde van geneesheren en dergelijke meer. En naar ook de privéondernemingen, die ongetwijfeld ook wel een bepaalde vorm van zuivering zullen gehanteerd hebben. Nu was het wel zo dat in bepaalde gevallen aan die zuivering toch juridische gevolgen verbonden werden. Meer bepaald stelt artikel 1 van de besluitwet van 19 september 1945 op de burgerlijke epuratie dat een aantal categorieën van mensen, meer bepaald diegene uit de beroepsorden en diegene uit het vrij gesubsidieerd onderwijs, wanneer zij uit hun ambt ontzet waren, ook gesanctioneerd werden met ontzetting uit een aantal rechten. Een minder aantal rechten dan in de burgerlijke epuratie, maar toch nog zeer verregaande rechten, zoals bijvoorbeeld het verbod om ooit nog een openbaar ambt te bekleden. En is er nu wederzijdse beïnvloeding, ik zou zeggen dus een verstrengeling, van de onderscheiden vormen van repressie en epuratie geweest? Dat is zeker zo. Het was zo dat wie bijvoorbeeld door een krijgsraad veroordeeld werd, automatisch ook als een burgerrechten verloor, automatisch ook als het om een ambtenaar ging, uit zijn ambt werd ontzet. Cascadesysteem dus. Het was een soort sneeuwbaleffect, ja. Ja, ja. En dat kon dus betekenen dat sommige mensen
via één veroordeling nog een hele serie andere straffen opgelegd kreeg. Er is dus een verstrengeling geweest, vooral in de zin van, in de eerste zin van uitwisseling van informatie. Dus wanneer bijvoorbeeld de krijgsauditeur een onderzoek opende in het kader van de militaire repressie tegen iemand, werden die inlichtingen vaak doorgespeeld aan de administratieve overheid, wanneer het om een ambtenaar ging. Omgekeerd ook, wanneer de administratieve overheid een onderzoek instelde in het kader van de administratieve zuivering, gaf zij die inlichtingen door aan de krijgsauditeur indien daartoe grond bestond. Maar aan de andere kant, als men nou ontsnapte aan de repressie, in enge zin dus, ja, niet veroordeeld werd door een militaire rechtbank, dan ontsnapte men daarom nog niet aan de burgerlijke epuratie. Aan die andere vormen van epuratie. En ik ga zelfs nog verder, als men dus en ontsnapte aan de repressie en ontsnapte aan de burgerlijke epuratie, dan ontsnapte men niet noodzakelijkerwijze aan de administratieve epuratie. Er waren wel automatismen in het bestraffen, maar er waren geen automatismen in het vrijgesproken worden. Het is zoals u zegt, nemen we een VNV-lid dat voor de krijgsraad komt en vrijgesproken wordt. Dat VNV-lid werd wel ingeschreven, in veel gevallen op de lijst van de krijgsauditeurs. Kon ook zijn job verliezen in een of ander departement, ja. Men moet het zo zien, de overheid kon van oordeel zijn dat wat de ambtenaar dan concreet mispeuterd had, dat hij zijn functie als ambtenaar onmogelijk maakte, terwijl dit daarom geen grond bood voor strafrechtelijke vervolging of voor burgerlijke epuratie. Ik stel u de vraag als socioloog, professor Huyssen, wat denkt u van dat systeem? Wel, het is zo dat men in een... Hoe zal ik dat zeggen? In een rechtsstaat ervan uitgaat dat iemand maar één keer kan bestraft worden. En hier heeft men dus wel degelijk een aantal mensen een hele race straffen opgelegd. Natuurlijk, men was wel zo slim om die ontzetting uit de burgerrechten niet als een straf te definiëren. Het was een maatregel. Dus juridisch was alles in orde. Juridisch was het volgens het boekje. Maar zodra men even afstand neemt van het formeel juridische, wordt dat wel een zaak waarover men de wenkbrauwen kan fronsen. Dat is juist. Voor een goed begrip is het eveneens aangewezen vooraf het politiek en juridisch kader te schetsen waarbinnen de repressie en de epuratie in zeer chaotische omstandigheden van start zijn gegaan. Politiek, laat ons daarmee beginnen. De politici hebben de omvang en de complexiteit van de repressie in ruime zin, van de berechting van de collaborateurs, zwaar onderschat. Zowel de politici van Londen, die in Londen verbleven, als deze die hier waren, hebben oorspronkelijk gedacht in termen van enkele duizenden gestraften. Vandaar dat zij ook in het begin heel weinig middelen en mensen hebben ingezet. Het duurt tot 1 jaar na de bevrijding voor de repressiemachine op volle toeren draait. Het gevolg is dat men plots geconfronteerd wordt niet met enkele duizenden, maar met enkele honderdduizenden dossiers. In totaal 405.000. Het kon niet anders of dat moest chaos veroorzaken. Het is een repressieapparaat dat onderbemand was, dat onvoldoende werkinstrumenten kreeg en die grote vloed, toevloed van dossiers, van beklaagden, van geïnterneerden enzovoort. Er is een dubbel gevolg uit ontstaan. Ten eerste, dat bracht mee dat tienduizenden mensen veel te lang in interneringskampen hebben gezeten. Eigenlijk zonder vorm van proces. Omdat hun zaak niet voorkwam, omdat hun dossier niet verwerkt werd. Tegelijkertijd veroorzaakte dat bij tienduizenden gezinnen materiële en ook juridische onzekerheid. Men wist niet wat er uiteindelijk zou gebeuren. Dus verwarring omdat de politici de repressie verkeerd hadden ingeschat. Ten tweede, verwarring ook omdat bij de politici geen coherent project aanwezig was. Niet alleen waren ze in zekere zin naïef wat de omvang en de complexiteit betreft, maar bovendien hadden ze eigenlijk ook geen duidelijke opties genomen van wat ze nu precies wilden met die collaborateurs.
En daarmee, als ik zeg geen duidelijke opties, bedoel ik niet alleen dat de linkerzijde er anders over dacht dan de rechterzijde, maar ook dat binnen elke politieke familie er weinig zekerheid was, weinig eensgezindheid. Men wist niet goed wat ermee doen. Je merkt dat bijvoorbeeld op het stuk van de economische collaborateurs. Oorspronkelijk zegt men streng straffen. Maar al na enkele maanden blijkt dat dat toch wel niet zo eenvoudig is. De meeste dossiers in economische collaboratie waren uitermate ingewikkeld. Het gerecht beschikte niet over de specialisten, de boekhouders, de accountants, om zich in te graven in die dossiers. Ten tweede bleek ook dat als je economische collaborateurs zwaar aanpakte, dat dat de gevolgen had voor de werkstelling, voor de wederopbouw, voor het heropstarten van de economie. En dus zie je hoe de politici al na enkele maanden terugkrabbelen. Uit vroegere programma's is gebleken dat tijdens de oorlog in ons land op economisch vlak de Galopijn-doctrine of de politiek van het minste kwaad is toegepast geworden. De Belgische industriëlen en financiers wilden alleszins hun bedrijven en de controle hierover in eigen handen houden, ook al moesten ze daarvoor toegevingen doen. Bovendien kon een groot aantal Belgische arbeiders in België blijven en kon men daardoor aan grondstoffen voor de industrie en aan voedsel voor de bevolking raken. Weliswaar hebben de Duitsers het spel niet gespeeld zoals de industriëlen hadden gehoopt. Ons land leverde, maar kreeg niet de volle tegenwaarde in grondstoffen en voedsel te zien. Weliswaar heeft de Belgische gemeenschap daaraan 65 miljard frank van toen verloren, maar het industrieel patrimonium was gered. Doordat de leveringen per bedrijfstak en niet door individuele bedrijven waren gedaan, waren alle industriëlen in dezelfde mate betrokken, wat een fameuze hinderpaal was om hen na de oorlog te vervolgen. Aan de andere kant zijn de tienduizenden vrijwillige arbeiders in Duitsland vrij uitgegaan, hoewel ze hadden bijgedragen tot de Duitse oorlogseconomie en Duitse arbeiders voor het front hadden vrijgemaakt. Na de bevrijding heeft auditeur-generaal Ganshoff van der Meers de Galopijn-doctrine aanvaard en de overeenstemmende onderrichtingen tot niet-vervolging van de overgrote meerderheid van de betrokkenen gegeven. Hij werd daarin achteraf bevestigd door de besluitwet van de 25 mei 1945 van de regering van Akker, die verregaand rekening hield met de noodzakelijkheid voor een bezet land om een economische bedrijvigheid in stand te houden en na de oorlog om de hervatting van 's lands economisch leven en wederopbouw te verzekeren. Het gevolg is geweest dat in minder dan één jaar tijd 53.000 dossiers in zaken economische collaboratie zonder gevolg werden geclasseerd. Om nu terug te komen op die politieke collaboratie, men wist eigenlijk ook niet goed wat doen met de politieke collaborateurs. Wat men wel dacht, dat is dat men de kleine vissen, de meelopers, de gewone VNV-leden, de gewone D-vlag-leden, de gewone REX-leden, dat men die niet direct voor de rechter moest sleuren. Maar het duurt ook tot september 1945, een jaar na de bevrijding, vooraleer men uiteindelijk precieze rechtlijnen treft in verband met de behandeling van de kleine politieke collaborateurs. Ook daar dus merkt je die verwarring, die onzekerheid. Socialisten, liberalen en communisten stonden van bij de bevrijding een harde lijn in zaken repressie voor, met dien verstande dat de communisten het vooral hadden tegen de zogeheten economische oorlogsprofiteurs, voor wie de liberalen dan na enkele maanden om enig begrip vroegen. Zo was de rode vaan te vinden voor toegeeflijkheid ten opzichte van de kleine collaborateurs, maar oordeelde dat de grote collaborateurs daarentegen krachtdadig moesten vervolgd worden. De katholieken betoonden al vlug een grotere gematigdheid en kantten zich tegen een blinde en onverbiddelijke repressie. Er mochten geen honderdduizenden verbitterden gemaakt worden die voor blijvende onrust en tweespalt zouden zorgen. De misleiden, de meelopers, de collaborateurs om den brode moesten met mildheid worden behandeld en de kans krijgen later hun plaats opnieuw in de maatschappij op te nemen. De eerste gezaghebbende politieke figuren die de omvang en de aard van de repressie aanklaarden, waren zowel Franstalige als Nederlandstalige katholieke politici, onder wie de senatoren Alphonse Verbist, Joseph Folien en baron de Dorlodeau. Heeft het ook een rol gespeeld dat wij na de bevrijding, gedurende enkele tijd,
linkse regeringen hebben gehad, waarin dus de katholieken niet opgenomen waren? Heeft dat een rol gespeeld? Dat heeft een rol gespeeld in die zin dat er in de periode van de linkse regeringen, toen wel links ook de liberalen hoorden in de tijd bij de linkerzijde, dat was toen de gebruikelijke terminologie, dat tijdens die regering, vooral de regering van Akker, toen de katholieken in de oppositie zaten, heeft men uiteindelijk getrancheerd op het stuk van de berechting van de kleine politieke collaborateurs. De fameuze besluitwet van 19 september 1945, die dus de hele kwestie regelt van de burgerlijke epuratie, is dus gemaakt zonder tussenkomst van de katholieken. En er zijn redenen om aan te nemen dat die wet gemaakt is op de maat van de linkerzijde. Dat mochten de katholieken in de regering hebben gezeten, dan zou de politieke collaboratie anders aangepakt zijn. Een aanwijzing daarvan zie je op het moment dat de katholieken terug in de regering stappen, dat men begint met het ontwerpen van verzachtende maatregelen. En uiteindelijk zal daaruit de wet Struijen van juni 1948 komen, die de pijnlijkste effecten van de burgerlijke epuratie begint weg te werken. Dus in die zin kan ik positief antwoorden. Waarom waren de, laten we zeggen, de katholieke politici geneigd tot grotere vergevingsgezindheid tegenover collaborateurs? Wel, ik denk dat daar zowel een ideologische als een partijpolitieke verklaring voor te geven is. Het is inderdaad zo dat je in de publieke standpunten van de rechterzijde van de katholieken een mildheid aantreft die vermoedelijk geïnspireerd is door bepaalde christelijke waarden. Follien? Onder meer, de grote voorman Follien. Ik denk dat dat inderdaad teruggaat tot iets dat tot de kern van de katholieke politieke familie teruggaat. Aan de andere kant waren er natuurlijk ook redenen van strategische aard. De katholieke partij mocht vermoeden dat heel veel, vooral politieke collaborateurs, uiteindelijk hen zouden steunen in de eerste verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog. En die eerste verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog waren belangrijk omdat toen reeds de koningskwestie volop woedde. En vermoedelijk hebben bepaalde katholieken gedacht dat zij misschien in die eerste verkiezingen de absolute meerderheid konden behalen. En dan hadden zij uiteraard ook die tienduizenden stemmen van die politieke collaborateurs nodig. En ik neem aan dat dat hen dus naast, ik wil dat toch wel ook beklemtonen, naast die meer ideologische bedenkingen, dat ook dat soort partijpolitieke strategieën heeft meegespeeld in hun standpuntbepaling. De repressie veroorzaakte grote verdeeldheid in ons land. De bevolking werd in twee kampen verdeeld. Zij die te vinden waren voor een streng optreden tegen de zogeheten zwarte en zij die veeleer voor matiging opkwamen. Ook in de pers kwamen tot scherpe tegenstellingen. Volgens professor Lode Wils tot scherpe links-rechts tegenstellingen. Waren Vlaamse katholieke bladen voor matiging te vinden, dan werden ze niet of toch niet altijd gesteund door Franstalige katholieke bladen die gevoelig minder meegaand bleken te zijn. In de Franstalige pers speelde ongetwijfeld ook de herinnering mee aan de amnestie voor vele activisten in de jaren 36 en 37, wat niet belet had dat diezelfde activisten bij de eerste gelegenheid herbegonnen waren. Weigerde Julius Hoste mee te werken aan hetgeen hij noemde de verzwakking en de ontbinding van de Belgische staat door duizenden misleide meelopers als verraders te bestempelen, dan toonden andere liberale en socialistische bladen zich heel wat onverbiddelijker. De Socialistische Volksgazet zag in de repressie een belangrijk element in de politieke machtsstrijd. Reeds de 7 oktober 1944 schreef ze: het verraad is grotendeels van rechts gekomen en de weerstand werd in hoofdzaak georganiseerd door mensen van links die waarachtig de oorlog en de bezetting niet hadden afgewacht om het fascisme te bestrijden. Toen dan de Gazet van Antwerpen bepleitte dat de krijgsraden moesten rekening houden met de verschillen die er onder de betichten bestonden in zaken graad van schuld, repliceerde het socialistisch orgaan, en ik haal nu aan,
Wij wisten reeds tijdens de bezetting uit welke hoek de eerste pogingen zouden komen om de zwarte wit te wassen. Namelijk van de kant van de stal, waarin 90% deze zwarte zijn geboren. Die zo heeft gehandeld is zonder schakering een landverrader en moet als dusdanig worden bejegend. Zelfs als hij naar de kerk gaat en als de klerikale partij terecht of ten onrechte meent dat hij, eens vrijgesproken, morgen nog voor haar zou kunnen stemmen. Einde van de aanhaling. De katholieke verzetsman en latere minister Struijen voorspelde al in de eerste helft van november 1944 dat er een brede amnestiebeweging zou ontstaan waarvan de grote collaborateurs zouden profiteren ten gevolge van de massale aanhoudingen en de wantoestanden in de interneringscentra. Hierop riposteerde de Volksgazet van de 6 februari 1945: iedere klerikale journalist denkt elke door God gegeven dag ononderbroken na over dat geweldig vraagstuk: hoe verkrijg ik dat de zwarte nog eens in staat zal zijn het witbolletje zwart te maken onder het nummer van de katholieke partij. Met een tiental andere katholieke verenigingen, waaronder de Boerenbond en de KAJ, ondertekende het Davidsfonds einde november 1944 een oproep tot, en wij halen nu aan, gerechtigheid tegen de overdrijvingen, tegen de campagne van haat en verdachtmakingen, tegen de miskenning van recht en wettelijkheid, tegen de partijpolitieke drijverijen in de repressie. Einde van de aanhaling. Maar zowel rechts als links waren er uitzonderingen. En nochtans zijn er een aantal vooraanstaande die toch, en van verschillende strekkingen, meen ik, die willekeurige aanhoudingen hebben aangeklaagd. Inderdaad. Maar ik heb hier ook een tekst van een Waalse socialist uit Charleroi van Walligem. En die heeft in de Kamer geëist dat talrijke gevangenen te Charleroi zouden losgelaten waren omdat zij onschuldig waren. Het is wel onverdachte bron, denk ik, als een Waals socialist opkomt voor mensen die op dat ogenblik in de gevangenis zaten. Een ander geval, en het is misschien enigszins verrassend, omdat hij later in 1945 een andere toon heeft gevoerd. Maar toen nog, einde 1944, heeft de liberale minister, of toch latere liberale minister, van Glabbeke, aan de hand van een brief van een oud stafhouder, een zeer scherpe aanval gedaan op de repressie zoals ze werd gevoerd. Een gelijkaardige uitspraak had ook een politicus boven alle verdenking, iemand die in een ellendige toestand uit Boegenveld was teruggekeerd, namelijk de burgemeester van Ronsen van voor en na de oorlog, de socialist Eugène Soudan, die alles gedaan heeft om te vermijden dat men Leo Vindevogel, de oorlogsburgemeester van Ronsen, zou fusilleren, wat men evenwel toch heeft gedaan. Soudan verklaarde via de getuigenis van Walter de Brok: als u al de stukken van het dossier inkijkt, zal u met mij walgen om het ontzettend laag pijl waarop ons gerecht gevallen is. De oorzaak van de decadentie, het gerecht der bevrijding. Dat waren rechtbanken uit de tijd van de Franse revolutie. Het gepeupel woonde de zitting bij en eiste bloed. En de pers het gerecht haven toe. Dat is nu een oordeel over de wettelijke repressie. Maar hebben ook de kerkelijke leiders ter zake inderdaad niks opgeworpen? Bijvoorbeeld kardinaal Van Rooy zelf, begin 45, 25 januari 45, zegt: het mag niet gezegd worden dat de Duitse methode die we tijdens de bezetting verafschuwden onder een Belgisch regime in voege zouden blijven. En er is ook een verklaring van de Luikse bisschop Monsieur Kerkhoffs, die op dat ogenblik ook Limburg nog onder zijn bevoegdheid had, en die bij gevolg, omdat in Limburg de toestand zeer gespannen was, vond dat hij het woord moest nemen. En die zegt: binnen enkele jaren zal men maar moeilijk kunnen geloven dat zulke baldadigheden hebben kunnen plaatsvinden in een land als België, algemeen bekend om zijn gematigdheid, zijn vrijheidszin, zijn eerbied voor de menselijke persoon.
Onder repressie in enge zin wordt verstaan alle strafrechtelijke sancties die door de krijgsgerechten werden uitgesproken tegen hen die misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de staat hadden begaan, waarvan als grondslag het begrip hulp aan de vijand gold. Toen het strafwetboek in 1867 in werking trad, waren de sancties wegens misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de staat vrij gematigd. Gedurende de 19e eeuw werd tegenover het politiek misdrijf inderdaad een vrij welwillende houding aangenomen. Doch op verschillende tijdstippen heeft de wetgever gemeend dat de strafwetten in zaken misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat een grotere bescherming moesten verzekeren. Zo werden de in het strafwetboek voorziene sancties bij de wet van de 4 augustus 1914 vooral met het oog op mogelijke spionage gevoelig verscherpt. Hetzelfde gebeurde met de besluitwetten die in Le Havre door de uitgeweken Belgische regering werden uitgevaardigd om het activisme te bestraffen. Terloops gezegd, besluitwetten worden in uitzonderlijke omstandigheden door een regering uitgevaardigd wanneer ze als wetgevende macht optreedt, bijvoorbeeld wanneer het parlement niet kan vergaderen, zoals onder een bezetting, of in vredestijd en dan met de machtiging van het parlement om hoogdringende problemen op te lossen. Ook tussen beide wereldoorlogen in 1934 en 1937 werden de sancties uitgebreid en nieuwe strafbare feiten vastgelegd. Ook nog de 22 maart 1940, vermits men wel aanvoelde dat er voor ons land een oorlog op til was. Besluit? In feite was de vooroorlogse wetgeving ruimschoots voldoende om de daden van collaboratie te bestraffen, al was het maar op grond van de bestaande strafbepalingen in zaken hulp aan de vijand. Ja, inderdaad. Dus de bepalingen voor de bestraffing, op basis waarvan de bestraffing van de collaboratie gebeurd is, die staan in het strafwetboek, die zijn een onderdeel van het strafwetboek. En alle artikelen waren dus al in essentie aanwezig in het strafwetboek. Ik geef als de voornaamste voorbeelden dus artikel 113, dat de militaire collaboratie bestraft. Artikel 118 bis, dat de politieke collaboratie bestraft. Artikel 115 voor de economische collaboratie. En artikel 121 bis voor de verklikking. Die waren dus allemaal reeds aanwezig in het strafwetboek. Men had reeds een strafwetgeving, nietwaar? Een strafwetgeving van voor de oorlog, bedoel ik. Was die dan niet voldoende om bijvoorbeeld de collaboratie met de vijand te bestraffen? Wel, volgens mij was die voldoende. Ik geloof dat de wetgeving ook voor wat er gebeurde in oorlogstoestanden in België voldoende was om strafwettelijk te worden toegepast. Namelijk, wanneer men hulp verstrekte aan de vijand, dan was men volgens de wetgeving van voor de oorlog al erg strafbaar. Hè? Ja, maar zij hadden de wapens opgenomen om de vijand die het land bovendien bezette te steunen. Was dat nu tegen Rusland of tegen een ander land? Zij hebben medegewerkt met de vijand. Ze hebben dus de vijand sterker gemaakt. En niettemin werden door de uitvoerende macht niet alleen na de oorlog, maar reeds tijdens de oorlog te Londen de besluitwetten van de 17 december 1942 en de 26 mei 1944 uitgevaardigd, waardoor zeer strenge aanvullende sancties werden opgelegd, waarbij de doodstraffen niet uit de lucht waren en anderdeels het verval van de Belgische nationaliteit werd uitgesproken. Het naziregime en de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog waren trouwens niet te vergelijken met het Duitse Keizerrijk en het activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog. De nazi-ideologie was een dictatoriaal en totalitair regime dat binnendrong in alle mogelijke maatschappelijke geledingen tot en met het gezin, legde er zijn wil op, onderwierp en vernietigde ook elke andere geaardheid en eigenheid, was uit op Gleichschaltung, beschouwde als herrenvolk de anderen als untermenschen of alleszins als onderworpenen, vestigde een systeem dat het keizerrijk nooit te zien had gegeven, een systeem van concentratiekampen waarin ontelbare mensen om het leven werden gebracht. En tot zulk ook voor ons, Vlamingen, onnatuurlijk regime, gingen dan duizenden medeburgers met ter daad bijdragen om dit regime in stand te houden en te versterken, tot zelfs in gewapende dienst op duizenden kilometers in het verre Rusland, dan hadden de activisten toch tenminste hun inzet aan Vlaanderen en aan Vlaamse eisen gewijd. Alleszins kon er verwacht worden dat de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog veel zwaarder dan het activisme zou gestraft worden.
De eerste te Londen uitgevaardigde besluitwet met aanvullende strafmaatregelen was deze van de 17 december 1942. Volgens deze besluitwet moest onder het opnemen van de wapens tegen België begrepen worden het wetens vervullen voor de vijand van taken van strijd, vervoer, werk of bewaking die normaal op de vijandelijke legers of hun diensten rusten. Niet alleen de Oostfronters, maar ook de leden van de paramilitaire organisaties konden daardoor de doodstraf krijgen. Bovendien werd als bondgenoot van België beschouwd elke staat die, zelfs afgezien van een verdrag van bondgenootschap, oorlog voerde tegen een staat waarmee België zelf in oorlog verkeerde. Hiermee werd duidelijk de Sovjet-Unie bedoeld, vermits België geen bondgenootschap met de Sovjet-Unie had en einde 1942 zelfs geen diplomatieke betrekkingen met dit land onderhield. En nu, dat is de puurste contradictie. Wanneer men in dezelfde tekst waar het woordje bondgenoot bepaald gedefinieerd wordt, zegt, zelfs wanneer er geen verdrag van bondgenootschap bestaat, dan spreekt men natuurlijk zichzelf tegen en hebben de woorden niet de minste betekenis. In diezelfde besluitwet van de 17 december 1942 werd trouwens gesteld dat bondgenootschap in de eerste plaats een feitelijke kwestie is, wat de vraag opwerpt waarom het dan nog nodig is verdragen van bondgenootschap te sluiten. Voorts werd eveneens de doodstraf ingevoerd voor het vervormen van wettelijke instellingen, het aan het wankelen brengen van de trouw der burgers aan de koning of de staat, of het in de hand werken van de politiek en de plannen van de vijand, met andere woorden, voor politieke collaboratie. Bij dit laatste was het zelfs niet meer nodig dat men dit met kwaad opzet had gedaan. Het was voldoende dat dit wetens was gebeurd, wat de kansen op bestraffing vanzelfsprekend gevoelig verhoogde. De doodstraf werd eveneens ingevoerd vooral wie propaganda tegen het verzet had gevoerd. De Belgische regering te Londen heeft aan de bestaande wetgeving ter bestraffing van de collaboratie wijzigingen aangebracht. Hoe is dat gebeurd en waarom is dat gebeurd? Dat is dus gebeurd door een besluitwet van 17 december 1942. En in essentie was dat om twee redenen. De eerste reden was dat een aantal vormen van collaboratie aan de bestraffing ontsnapten als die bepalingen niet gewijzigd werden. En een tweede reden was dat men voor een aantal bepalingen de straffen wou verzwaren. Dus een eerste categorie, zoals ik zei, was dus het uitbreiden van de strafbare personen, in feite, de personen die konden bestraft worden. En een belangrijk onderdeel daarvan waren de Oostfronters, die dus normaliter door de bestaande wetgeving niet hadden kunnen bestraft worden. Zij werden dus, de bestaande wetgeving stelde strafbaar het wapens opnemen tegen België en mede tegen een bondgenoot van België. Maar aangezien Rusland geen bondgenootschapsverdrag had met België, waren zij dus niet strafbaar. Men heeft dan de wet veranderd om Rusland als het ware wel tot een bondgenoot van België te verklaren. En men heeft daarop de fictie geplakt dat een interpretatie was. Dat betekende dat die interpretatie, dat die nieuwe bepaling dus retroactief kon toegepast worden. U weet dat die besluitwetten zijn aanvaard geworden door de hele rechtspraak als interpretatieve wetten. Daarmee, dat betekent dus dat een interpretatieve wet is een wet die zegt wat eigenlijk de vorige wet, de wet die geïnterpreteerd wordt, juist wilde zeggen, juist wilde betekenen. Bijgevolg vormt die interpretatieve wet altijd een geheel met de geïnterpreteerde wet. Dat is het standpunt dat door de rechtspraak toen is gevolgd. Ik geloof dat de mogelijkheid bestaat om dat te betwisten. Maar in elk geval, u kent de rechtspraak, dus dat is aanvaard geworden als volledig wettig. In
Een van de grondbeginselen van onze strafwetgeving stelt dat geen misdrijf kan worden beteugeld met straffen die bij de wet niet waren voorgeschreven alvorens het misdrijf werd gepleegd. Met andere woorden, dat in onze wetgeving het beginsel wordt voorgehouden dat wetten geen terugwerkende kracht of retroactiviteit mogen hebben. Maar volgens de vele tegenstanders van de gevoerde repressie werd daaraan herhaalde malen een mouw gepast. Zij voeren om te beginnen aan dat bij de besluitwet die de 17 december 1942 te Londen werd uitgevaardigd en meer dan een maand later de 29 januari 1943 in werking trad, het feitelijk erop neerkwam dat militaire collaboratie met terugwerkende kracht kon vervolgd worden. Precies alsof de vroegere artikelen 110 en 117 van het strafwetboek altijd de betekenis hadden gehad die men nu eind december 1942 eraan gaf. Het is wel verstaan dat dit verwijt echter niet geldt voor de politieke collaboratie en de verklikking, waarvan de straffen volgens de nieuwe besluitwet weliswaar werden verzwaard, maar enkel voor de toekomst. De Oostfronters zijn vertrokken in 1941, bijvoorbeeld naar het Vlaamse Legioen. Toen bestond die besluitwet nog niet. Die besluitwet is uitgevaardigd in Londen in 1942, maar men heeft ze van toepassing gemaakt van sedert het begin van de oorlog. Hoe kan men een besluitwet naleven als ze wordt uitgevaardigd in 1942, terwijl men dat de daad heeft verricht in 1941? Dat is toch met terugwerkende kracht? Interpretatieve wetten hebben geen terugwerkende kracht. Zij interpreteren de wet zoals ze bestond, zoals ze was. Een interpretatieve wet kan altijd de indruk geven van met terugwerkende kracht te werken, omdat ze terugwerkt tot op het ogenblik van de oorspronkelijke geïnterpreteerde wet. Professor, is het niet zo dat men in zaken, bijvoorbeeld de Oostfronters, dat men retroactiviteit van de strafwet heeft toegepast? In de zin dat men dus die interpretatieve bepalingen van 1942 toegepast heeft op feiten van voor 1942. Ik bedoel, ja. Het kon wel dat men in 1942 besliste dat zekere bepalingen van het strafrecht werden aangevuld of verstrengd, maar dan met uitwerking naar de toekomst toe, vanaf dat ogenblik. Dat was normaal. Maar wat minder normaal is en wat helemaal niet normaal is, dat is dat men door zogenaamde interpretaties van sommige van die bepalingen de retroactiviteit heeft verwezenlijkt. Bijvoorbeeld de interpretatie van het artikel betreffende de wapendracht tegen België. Er was reeds voor de oorlog een aanpassing gebeurd in verband met dus het dragen van wapens tegen bondgenoten van België. Maar men heeft in 1942 een interpretatie, tussen aanhalingstekens, in toepassing gebracht, waardoor dat ook uitgebreid werd tot personen die de wapens hadden gedragen tegen een staat die betrokken was in een gezamenlijke oorlog met België of met bondgenoten van België. Men bedoelde daarmee natuurlijk de Sovjet-Unie. De bedoeling was het geval van de Oostfrontstrijders duidelijker te stellen. Dat kon betwijfeld worden op grond van de teksten die bestonden voor 1942. Wel nu door een bepaling in te voeren die de schijn had van een interpretatieve bepaling, heeft men eigenlijk retroactiviteit ingevoerd. En dat is een van de voorbeelden. Het is ook nog op andere manieren gebeurd. Volgens u, jurist, is de Belgische regering te Londen door de besluitwet van de 17 december 1942 niet ingegaan tegen het principe van de niet-retroactiviteit van de strafwet? Ik zou durven zeggen, feitelijk wel, juridisch niet. Dus feitelijk, kan u dat ons uitleggen? Feitelijk kwam dus de bestraffing van de Oostfrontstrijders, dus de juridische basis die eraan gegeven werd door de interpretatie van artikel 117 van het strafwetboek, dat namelijk dus Rusland tot bondgenoot van België verklaarde, alhoewel er geen alliantieverdrag was. Die interpretatie kwam neer op een uitbreiding van de bestrafbaarheid. Maar doordat men er daar de fictie van interpretatie opgekleefd heeft,
dat het dus de wet altijd al die betekenis zou gehad hebben, heeft men dus in feite juridisch geen retroactiviteit gehad. Dat is een interpretatie die nadien door het Hof van Cassatie gevolgd is. Men kon moeilijk anders, anders had men het hele werk van de Londense regering dus op losse schroeven gezet. Het was dus, ik zou zeggen, een moment of een aspect van de repressie waarbij de politieke opportuniteit primeerde boven het juridische karakter of de juridische eisen. Wij zijn uit overtuiging gegaan. We hebben nooit eraan gedacht dat we ooit de wapens tegen België zouden opgenomen hebben. Dat was, het ging in een ideologische strijd tegen het communisme, zoals dat ons ingepompt was. Dus hadden we nu werkelijk de wapens tegen België opgenomen, dan zou ik zeggen ja, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Daar heeft ook niemand aan gedacht. Ongetwijfeld vertolkt deze Oostfronter de mening van vele andere Oostfronters. Ongetwijfeld oordeelden toen ter tijd vele van de Oostfronters dat België had gecapituleerd en waren ze gedurende de eerste twee oorlogsjaren heiliger van overtuigd dat de Duitsers de oorlog hadden gewonnen en dan maakten zij zich bitter weinig zorgen om eventuele bestraffing door een regering die voor hen zelfs niet bestond. Ongetwijfeld is het zo dat vele van de Oostfronters bijster jong waren, soms nauwelijks 16 of 17 jaar, en dat er vele eenvoudige jongens bij waren die niets afwisten van de strafwetgeving van 1914 of 1916. En nochtans konden zij zo goed als om het even wie zich reeds van 1941 na de hongerwinter ervan vergewissen dat de grote meerderheid van de Belgische bevolking de Duitsers overduidelijk als ongewenste vijanden beschouwde, dat die meerderheid de collaborateurs uitspuwde en als de pest meet. En de collaborateurs wisten wat hun bij een geallieerde overwinning te wachten stond. Maar toen de krijgskansen voor de Duitsers en dus ook voor de collaborateurs keerden, hadden ze zich zo ver gecompromitteerd dat ze op hun stappen niet meer konden terugkeren, vooral omdat de collaboratieleiders en tegen beter weten in steeds maar verder op het neergaand vlak stuwden dat hen naar jaren opsluiting voerde. Volgens mij kon men ook moeilijk anders, omdat het niet te verantwoorden zou geweest zijn dat de hele categorie mensen als dusdanig aan bestraffing zou ontsnapt zijn. Dus ik geef een voorbeeld. Iemand die aan het Oostfront de hele tijd tegen de Russen gestreden had, die zou dus niet strafbaar geweest zijn. Terwijl iemand die in een of andere paramilitaire organisatie hier in het binnenland of zelfs in het buitenland, ik neem bijvoorbeeld de organisation TOT of zo, die daar anders dan in Rusland opgesteld geweest was, die zou dus wel bestraft geworden zijn. En men wou dus vermijden dat die mensen niet konden bestraft worden. Men was van oordeel dat zij moesten bestraft worden. En daarom heeft men dat dus, die bepalingen dus genomen. Heeft de Belgische regering te Londen het eigenlijk niet zeer ver gezocht, namelijk om die Oostfronters toch maar te kunnen bestraffen? Je moet ook zeggen, inderdaad, men heeft het daar met die bedoeling gedaan. Maar men had zeer wel kunnen het initiale begrip, zoals dat helemaal in het begin stond, het dragen van de wapens tegen België, een wapendrag tegen België, kunnen interpreteren in die zin dat iedereen die gedurende de oorlog in dienst zou zijn getreden van de krijger van de Duitse Weermacht, van de Waffen-SS, dat die geacht moest worden de wapens tegen België te hebben gedragen, zolang de oorlog tussen België en Duitsland niet formeel was beëindigd. Ook indien die man op andere fronten ging vechten en misschien tegen landen waarmee wij geen bondgenootschap hadden gehad. Dat kon juist men zo interpreteren, maar dat stuit dan weer op het andere principe van interpretatie van strafrecht. Strafrecht moet altijd zeer strikt geïnterpreteerd worden. En als een bepaling zo is geformuleerd dat een misdrijf niet duidelijk blijkt aanwezig te zijn,
dan moet men het zo eng mogelijk interpreteren. En juist die juridische benadering, die traditionele juridische benadering van de enge interpretatie van strafrechtsbepalingen, heeft er die Londense regering, waar een aantal juristen in zaten natuurlijk, toegebracht van te proberen dat dan toch maar scherp te stellen om zeker te zijn dat men deze soort van gevallen ook zou hebben getroffen. De andere besluitwetten kwamen slechts in mei 1944 tot stand. De besluitwet van de 6e mei 1944 voerde het verval van de Belgische nationaliteit in, vooral wie bij verstek wegens incivisme tot een criminele straf, dus meer dan 5 jaar, veroordeeld was en niet binnen een termijn van 6 maanden beroep had aangetekend. De meeste Oostfronters zaten toen nog aan het front. Ook werd een artikel 123 secties en volgende ingevoerd, waarbij iedereen die een criminele veroordeling wegens collaboratie had opgelopen, levenslang uit talrijke rechten werd ontzet. Niet alleen uit het recht om openbare functies uit te oefenen, verkozen te worden, gezworene deskundige of getuige te zijn, deel uit te maken van een familieraad, wapens te dragen of te dienen in het leger, maar ook ontzet uit het recht om te stemmen, advocaat te zijn, onderwijs te geven, bedienaar van een eredienst te zijn, aan pers, radio, toneel of film mee te werken, een leidende rol te spelen bij openbare vermakelijkheden en culturele, sportieve of liefdadige gelegenheden, een leidende functie te vervullen, niet alleen in politieke verenigingen, maar ook in handelsvennootschappen, banken, beroepsverenigingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Bij veroordeling tot minder dan 5 jaar verloor men die rechten voor 20 of 10 jaar. Later, bij besluitwet van de 19e september 1945, zullen zelfs zij die niet strafrechtelijk waren veroordeeld, bedacht worden met de vervallen verklaring van de in artikel 123 secties en volgende opgesomde burgerlijke, dus familiale, economische en culturele rechten. Het volstond hiervoor op de beruchte lijst van de krijgsauditeur ingeschreven te worden. En meestal ging het hierbij om personen over wie de auditeur had geoordeeld dat ze niet strafrechtelijk moesten vervolgd worden omdat hun misdrijf in zaken incivisme te gering was. Ook artikel 123 secties en volgende waren feitelijk met terugwerkende kracht van toepassing. Maar eveneens in dit geval omzeilde de regering Pierlot het principe dat wetten niet retroactief mogen zijn. Zij stelde dat het verval van de Belgische nationaliteit en de ontzetting uit de vele burgerrechten eigenlijk geen straffen waren, maar burgerlijke maatregelen die automatisch volgden uit de strafrechtelijke veroordeling en daarom niet meer door de rechtbanken moesten worden uitgesproken. Hierbij had advocaat Jan Leenaerts het ooit over juridische spitsvondigheid en advocaat Frans van der Elst over hypocrisie. Meende de regering Pierlot dat het om louter burgerlijke maatregelen ging die geen straf zouden zijn, dan oordeelde advocaat Jan Leenaerts dat de vervallen verklaring nog veel zwaarder wogen dan een straf. Volgens Pieter Elslander, die aan de KUL een onderzoek voerde over repressie en epuratie, werd de retroactiviteit in de praktijk nog versterkt doordat alle besluitwetten van mei 1944 slechts de 1e en de 2e september 1944 in het Belgisch Staatsblad te Londen werden gepubliceerd, dus amper een paar dagen voor de bevrijding van ons land. Niemand, aldus Peter Elslander, kon dus voor de bevrijding weten dat hij door zijn handelwijze, benevens een strafrechtelijke sanctie, ook het verval zou oplopen van een hele reeks fundamentele rechten, waardoor hij minimum 10 à 20 jaar en maximum levenslang niet meer aan het openbare leven zou kunnen deelnemen. Op de Londense besluitwetten is door de tegenstanders van de gevoerde repressie reeds zeer veel kritiek uitgebracht en niet alleen in zaken de terugwerkende kracht ervan. Dat de politieke opportuniteit primeerde boven de juridische normen en vereisten zoals jurist Paul de Puyten tevoren stelde, heeft ertoe geleid dat de wettigheid van de besluitwetten die door de Belgische regering te Londen bij afwezigheid van de koning werden uitgevaardigd, erg omstreden is geworden, zoals dat ook reeds het geval was geweest met de besluitwetten die en door koning en door regering gedurende de Eerste Wereldoorlog in Le Havre waren afgekondigd. Ik zit tegenover een deskundige in staatsrecht en ik denk dat ik bij gevolg hem de vraag ga stellen: meent u dat
alle besluitwetten, ook beslissingen die door de gevluchte Belgische regering te Londen werden genomen, dat die wettelijk zijn? Dit is een bijzonder moeilijke vraag, zelfs voor een specialist in staatsrecht. Ik kan alleen maar zeggen dat daarover zeer uiteenlopende meningen bestaan. Maar dat probleem is op een bepaalde manier, namelijk in positieve zin, opgelost door het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie heeft na de Eerste Wereldoorlog verklaard dat er niets te zeggen was tegen de grondwettigheid van wat de regering de Brockeville met koning Albert toen had gedaan, als de facto wetgever. Het Hof van Cassatie heeft dat ook onmiddellijk na de Tweede, niet na de Tweede Wereldoorlog, maar na de bevrijding, bevestigd met betrekking tot de besluitwetten van de regering Pierre-Long. Academisch blijft de discussie open. Maar het Hof van Cassatie heeft dat nu eenmaal zo gezegd. En dat is van belang, eenmaal dat ofwel de wetgever zich duidelijk uitspreekt, ofwel het Hof van Cassatie zich duidelijk uitspreekt, dan is er geen ruimte meer in de praktijk om daar nog veel over te praten. Dikwijls wordt aangevoerd dat de besluitwetten van Londen onwettig zijn omdat ze door een onwettige regering zouden uitgevaardigd zijn. Doch de meeste juristen hebben de grondwettelijkheid van de besluitwetten erkend omdat de regering Pierre-Loo volgens hen onweerlegbaar op een parlementair-democratische wettige basis berustte, wat trouwens na de bevrijding is gebleken, vermits het parlement de besluitwetten nooit heeft afgekeurd. Voor de absolute noodzaak de nationale soevereiniteit te handhaven en de continuïteit van het staatsgezag mogelijk te maken, moesten alle andere beschouwingen wijken. Maar opdat wetten, en dus ook besluitwetten, zouden kunnen toegepast worden, bestaat een voorafgaande voorwaarde. Ze moeten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Maar hoe kon een te Londen uitgevaardigde besluitwet in België gekend zijn, vermits de bevolking in België toch moeilijk kennis kon nemen van de te Londen gepubliceerde staatsbladen? Maar moet de bevolking wel kennis ervan kunnen nemen opdat een wet zou kunnen toegepast worden? Het is duidelijk dat niet elke burger geabonneerd is op het staatsblad en dus alles zomaar kan lezen wat er aan wetgeving verschijnt. Maar het is toch zo, in de huidige tijd, als er wat in het staatsblad verschijnt, meestal op een of andere manier, via de kranten, verneemt men dat. Maar de toestand was tijdens de oorlog heel anders. Dat was niet een staatsblad dat in het binnenland werd gepubliceerd, maar een staatsblad dat in Londen werd gepubliceerd. En dat maakt voor mij toch een zeer groot verschil uit, want het wordt dan toch voor de bevolking heel wat moeilijker om te weten wat er daar te Londen bedisseld wordt, dan wanneer men hier in normale omstandigheden moet weten welke wetten er bestaan. Het bezwaar wordt inderdaad zelfs door vooraanstaande juristen geuit dat de besluitwetten door hun publicatie in het Belgisch Staatsblad te Londen in bezet België onvoldoende werden bekendgemaakt. Als dan toch iedereen wordt geacht de wet te kennen, dan is de voorwaarde daartoe dat de wet moet verspreid worden. Zoals na de Eerste Wereldoorlog heeft het Hof van Cassatie ook na de Tweede Wereldoorlog nog eens de Belgische regering ter zake afgeschermd. De inlassing van een wet in het staatsblad zou niet bedoeld zijn om haar ter kennis van het publiek te brengen, maar om haar echtheid te waarborgen. De loutere opname volstaat, de verspreiding is niet vereist. Dat de tekst van de besluitwet van de 17 december 1942 via uitgeworpen vlugschriften en Radio Londen enige bekendmaking moest verzekerd worden, schijnt toch erop te wijzen dat de regering zelf niet overtuigd was van het standpunt van het Hof van Cassatie. En die soort verspreiding was trouwens erg beperkt en de kennisneming ervan strafbaar. Bovendien waren de collaborateurs voor wie de besluitwet eigenlijk bedoeld was, ongetwijfeld de laatste om op geallieerde vlugschriften en radio-uitzendingen uit Londen gebrand te zijn. Het is dus ongetwijfeld zo
dat een groot aantal Belgen door de gebrekkige bekendmaking niet op de hoogte waren van de inhoud der besluitwet. De vraag is natuurlijk of de kennis van de besluitwet veel aan de collaboratie zou veranderd hebben. 2 jaar lang waren het voor de collaborateurs de Duitsers die de oorlog hadden gewonnen of hem zeker zouden winnen. En van 1942 af was het te laat om zijn jas te keren. Maar na de oorlog werd van de gebrekkige bekendmaking bij hun verdediging dankbaar gebruik gemaakt. Precies alsof die bekendmaking tijdens de oorlog een grote zorg waren geweest. Maar dat de bekendmaking gebrekkig was geweest, ondervond toch advocaat Herman Wagemans zelfs nog op de tweede dag dat de krijgsraad te Antwerpen zitting had. Wel nu, niemand van ons, de rechters niet, die de wet moesten toepassen, de auditeur die op basis van die besluitwetten vorderde, nog de advocaten die op basis daarvan en er eventueel tegen moesten pleiten, niemand van ons beschikte over die tekst, kende ze niet. Van die wetten van besluitwetten van 1942? Ja, niemand. En nochtans, de auditeur moest erover vorderen, de advocaten moesten erover pleiten en de rechters moesten erover vonnissen. En op basis van teksten die wij niet kenden, die zij ook niet kenden, zijn er doodvonnissen uitgesproken en zijn er doodvonnissen uitgevoerd. Het is wel verstaan dat zij die zich tot medewerking met en hulp aan de Duitsers, dus de vijand, leenden, reeds op grond van vooroorlogse strafwetten konden veroordeeld worden en zelfs met de dood. Het eerste doodvonnis, dat trouwens ook werd uitgevoerd, betrof Stéphane Lorijs. Het leert ons hoe alles in het menselijk bestaan, ook tijdens de oorlogen, erg relatief is. Want waarvoor men tevoren gehuldigd en toegejuicht wordt, kan men later worden gefusilleerd. We hebben hier in Antwerpen een zoon van een dokter gehad, van dokter Lorijs, een Vlaming. Die zoon Stéphane, die meldt zich toen Finland en Rusland in oorlog waren. Dat was in 1938, als ik me goed situeer. Stéphane Lorijs gaat als vrijwilliger in het Fins leger om tegen het communisme te vechten. Hij wordt hier in Antwerpen uitgeleide gedaan naar het station door de burgemeester, schepencollege met meisjes en bloemen. Hij komt terug van Finland, hij wordt vereerd als een held. Die daad dat Stéphane Lorijs gesteld heeft om dus met het Fins leger, het klein dapper Finland, tegen dat groot Rusland gaan te vechten. Finland had de sympathie van heel de wereld dat ze zich durfde te weerstellen tegenover zulk machtig groot land. En in 1942 of in 1941 heeft Stéphane Lorijs zich, toen de oorlog Rusland-Duitsland uitgebroken is, heeft Stéphane Lorijs zich teruggemeld om tegen datzelfde bolsjewisme gaan te vechten. Nu niet in het Fins uniform, maar in het Duits uniform. Met het gevolg dat na de oorlog, met de repressie, Stéphane Lorijs, die hier toch zo gehuldigd was geweest, in de eerste is geweest na de bevrijding die terechtgesteld is geworden om militaire collaboratie met Duitsland. En wat bedoelt u daarmee? Het is iets onlogisch. Speelt het uniform dat men draagt een rol of speelt de daad een rol? Ik bedoel, het was hetzelfde communisme. Het was telkens hetzelfde. Ja, het waren dezelfde communisten, het was hetzelfde regime. Een van de beschuldigingen die krachtens de uitgevaardigde strafwetgeving tegen de meeste collaborateurs en onder andere ook tegen de Oostfronters en zelfs tegen de hulpverpleegsters van het Duitse Rode Kruis tot beider grote verwondering werden ingebracht was dat zij de Belgische troon aan het wankelen hadden gebracht. Die troon had inderdaad tijdens de oorlog zwaar gewankeld, maar ook nog jaren na de oorlog zal die duchtig aan het wankelen worden gebracht. Doch volgens de nieuwe ordeaanhangers, en zeker niet alleen volgens hen, hadden veeleer Leopold III zelf en verscheidene regeringen tijdens en na de oorlog die troon aan het wankelen gebracht. Hoe kan men door de Russen in Rusland te gaan bekampen de Belgische troon aan het wankelen brengen? Ja, daar geloof ik natuurlijk ook niks van. Want die zaak in Rusland had natuurlijk niet het minste verband met Leopold III of met de Belgische troon. Want
om even ondeugend te zijn, zou ik dan even goed kunnen zeggen dat Belgische ministers minstens even sterk de koninklijke troon aan het wankelen gebracht hebben. Aha, hoezo? Ja, ten eerste door de hetze die in 40 in Frankrijk is gevoerd door een aantal Belgische ministers tegen de koning. Dat is één periode. Ja, ik zou ook kunnen herinneren aan de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan na de oorlog, de zogenaamde koningskwestie. Wat er dan allemaal verklaard is door vooraanstaande politici en zelfs ministers. Ik denk dat de troon daar sterker door gewankeld heeft dan door die eenvoudige jongens die aan het hoofdfront gevochten hebben. Ten slotte komt een belangrijk bezwaar tegen de besluitwetten van Londen hierop neer dat ze veel te laat werden uitgevaardigd. De eerste besluitwet in zaken repressie werd maar eerst midden december 1942 uitgevaardigd, toen de oorlog voor ons land al meer dan 2,5 jaar bezig was en de overgrote meerderheid van de collaborateurs al geruime tijd hadden gemeend hun heil in de nieuwe orde te moeten zoeken. De voor de collaborateurs nochtans erg belangrijke besluitwetten van mei 1944 werden nauwelijks enkele weken voor de geallieerde ontscheping in Normandië opgesteld en slechts de 1e en de 2e september 1944, dus vlak voor de bevrijding van België, na nochtans meer dan 4 jaar bezetting, gepubliceerd. De regering van nationale eenheid die de 27 september 1944 was gevormd, kreeg eind van datzelfde jaar van het parlement opnieuw buitengewone machten. Ik zeg opnieuw, omdat reeds buitengewone machten waren toegekend bij de wet van de 7 september 1939. Al die buitengewone machten konden uitgeoefend worden tot het tijdstip waarop het leger op vredesvoet zou worden teruggebracht. Wie gedacht had dat de staat van oorlog betrekkelijk spoedig na het einde van de Tweede Wereldoorlog zou beëindigd worden, vergiste zich. Eerst maar de 15 juni 1949 werd het leger op vredesvoet teruggebracht, meer dan 4 jaar na het einde van de echte oorlog. Recht en instellingen konden van dan af terug hun normaal verloop kennen. Waarom moest dit dan zo lang duren? De juridische staat van oorlog begint bij het op voet van oorlog stellen van het leger en bij koninklijk besluit en eindigt wanneer bij koninklijk besluit het leger opnieuw op voet van vrede wordt gesteld. Dit is natuurlijk een totaal fictief begrip. Het heeft niets te maken met effectieve vijandelijkheden. Effectieve vijandelijkheden, dat was voor ons 10 mei 40 tot 8 mei 45. Maar nu, die juridische staat van oorlog heeft een bepaald praktisch nut, zou ik zeggen. Het brengt met zich mede dat een aantal bepalingen die alleen in oorlogstijd van kracht zijn, kunnen worden toegepast. Dat geldt voor strafrecht dat speciaal voor de oorlogstijd berekend is, maar dat geldt ook voor een aantal andere dingen. Nu is het zeker dat het lang laten duren van die juridische staat van oorlog en het pas in 1949 opnieuw op voet van vrede stellen van het leger te maken heeft gehad, en het heeft in feite ten dele te maken gehad met de noodzakelijkheid om de militaire gerechten hun taak te doen blijven vervullen. Maar dat was niet het enige, dat was maar één van de aspecten van de problemen van die tijd. In die tijd had men niet alleen zich bezig te houden met de repressie, maar had men al de problemen van de onmiddellijke naoorlogstijd. Dit was een tijd waar een aantal urgente beslissingen moesten genomen worden, wat het economische leven betreft, wat het dus de restauratie van de economie betreft, wat al die moeilijkheden betreft, die moesten worden opgelost.
na die vreselijke oorlog die men had meegemaakt. En dat bracht met name met zich mee dat een aantal van die besluitwetten nog moesten kunnen genomen worden op grond van de wetten tot toekenning van buitengewone machten, die alleen machten voor de oorlogstijd verleenden. En het parlement heeft dat als normaal beschouwd. Niettegenstaande de genomen maatregelen om het aantal te berechten zaken te verminderen door de inschrijving van de incivieken op de lijsten van de krijgsauditeur, bleef de taak van het krijgsgerecht nog onoverzienbaar. Bij de besluitwet van de 10 november 1945 werd een middel gevonden om de procedure in grote mate te vereenvoudigen en te bespoedigen. Wanneer de verdachte zijn schuld bekende en de auditeur van mening was dat hij geen criminele straf, dus meer dan 5 jaar opsluiting, diende te vorderen, dan was de auditeur ertoe gerechtigd een voorstel van sanctie te doen dat de belanghebbende al dan niet kon aanvaarden. Velen onder hen die onder beschuldiging waren gesteld, hebben dergelijke sancties aanvaard. Psychologisch werden ze daartoe sterk aangezet door het verlangen hun zaak, die soms reeds maanden aansleepte, uiteindelijk beslecht te zien, als ook door de vrees dat, wanneer ze het voorstel zouden verwerpen, de krijgsraad tot een hogere straf zou kunnen besluiten. De rol van het krijgsgerecht werd al dus beperkt tot het al dan niet bekrachtigen van een overeenkomst. Sommigen hebben erop gewezen dat zulks erg gevaarlijk was voor de evolutie van ons strafrecht. Maar vooral hebben een aantal collaborateurs hieraan een slechte zaak gedaan, omdat ze zwaarder zijn gestraft geworden dan wanneer ze gewacht hadden tot hun zaak later, bijvoorbeeld in 1947, voorkwam, toen de gemoederen al wat bedaard waren en de straffen heel wat lichter uitvielen. Binnen welke juridisch kader is de repressie van start gegaan? Eigenlijk in dezelfde chaos. Ik heb het u reeds gezegd. Die magistraten, die krijgsauditoraten, die moeten starten in bijzonder moeilijke omstandigheden. In het begin dacht men met een paar honderd auditeurs rond te komen. En men ging die recruteren bij mensen die reeds voor de oorlog in het rechterlijk korps zaten of bij ervaren advocaten. Wat blijkt na een jaar had men nog maar 10% van datgene wat uiteindelijk door de rechtbanken behandeld zou worden, behandeld. Na 1 jaar stond nog 90% van de vervolgden, van de beschuldigden, te wachten. En dus moet men geleidelijk nieuwe auditeurs benoemen, recruteren. Uiteindelijk zullen het er een 660 zijn die men moet aanwerven. En je merkt, als je naar de benoemingsbesluiten kijkt, dat men geleidelijk verplicht wordt om bij jonge advocaten en uiteindelijk zelfs bij dokters in de rechten te recruteren, mensen zonder enige ervaring op het stuk van het strafrechtelijk apparaat. Gevolg, het is inderdaad zo dat zeker in de auditoraten jonge, onervaren mensen terechtgekomen zijn. Dat was dus een eerste handicap. Ten tweede mag men ook niet vergeten dat de ene minister van Justitie de andere opvolgt. Om het even zo te schetsen, tussen 44 en 54. Dat is ongeveer de periode waarin de repressie haar voltooiing kent. 10 jaar. Op 10 jaar tijd heeft men 15 verschillende ministers van Justitie gehad. Sommigen bleven 6 maanden aan, sommigen 8 maanden. Maar ook dat gaf weinig houvast. Weinig consistentie in het beleid. Dus die magistraten werden geconfronteerd met een verantwoordelijke minister die nu eens meneer A was en dan meneer B en een paar maanden later meneer C. En die hadden allemaal hun eigen visie op de repressie en op de epuratie. En die magistraten zwalpten een beetje in het begin. Ten derde mag je niet vergeten dat deze berechting van collaborateurs een uitdaging was die voor het gerechtelijk apparaat volkomen nieuw was. De aantallen.
405.000 dossiers. De publieke druk, hè? De publieke opinie keek van nabij toe wat die rechters deden. Ook de tijdsdruk. Het moest allemaal snel gaan. Dus dat is het wat wij ook noemen, hè? Een rechtssysteem onder grote stress. Een rechtssysteem dat geconfronteerd wordt met uitzonderlijke omstandigheden en dat vaak ook reageert. En onder die stress, bedoelt u, onder die stress heeft dus het gerecht, of de militaire rechtbanken dus, gereageerd op een andere manier dan, laten we zeggen, in normale vredestijd. Ja, kijk eens, als u nu vandaag een zaak wil aanbrengen bij het Hof van Beroep in Gent, dan wordt die zaak ingeschreven op de agenda van tussen vandaag en 5 jaar. Hè? Men neemt zich de tijd om een zaak te bekijken. Rechters hebben de neiging om, gelet op het delicate van hun opdracht, om rustig, hè, en beredeneerd te werken. Maar hier konden ze het bijna niet meer. Maar heeft die stress dus bij gevolg invloed gehad op hun vonnis? Ik denk van wel, zeker in het begin. Je ziet dat zeker in het begin de strafmaat die rechters gaan toepassen, we hebben het nu over de repressie in strikte zin, hè, dat die strafmaat sterk varieert van arrondissement tot arrondissement. Zo sterk varieert dat wel moet te maken hebben, denk ik, met het feit dat veel rechters eigenlijk geen duidelijke richtlijnen kregen van bovenaf, niet goed wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Onder die grote stress, onder meer de druk van de publieke opinie, dingen zijn gaan doen die ze in andere omstandigheden vermoedelijk anders hadden gedaan. Hè? Er heeft daar ook een soort automatisme gespeeld. Hè? In sommige streken was een bepaalde inbreuk, een bepaalde overtreding, werd beteugeld, een misdrijf dus, werd beteugeld bijvoorbeeld met een standaard straf. Terwijl in andere streken dat veel zwaarder of veel lichter werd. In het begin zijn daar nogal wat voorbeelden van geweest. Oostfronterij bijvoorbeeld. Hè. In bepaalde streken automatisch doodstraf. In andere streken veel minder. Hè. Maar dan veel minder. Hè. Maar je ziet wel hoe na verloop van tijd er een zekere uniformisering optreedt. Hè. Dat komt omdat op het auditoraat-generaal in Brussel de auditeurs, de krijgsauditeurs, wekelijks gaan vergaderen en onderling gaan overleggen hoe ze dergelijke grote uiteenlopende bestraffing kunnen vermijden. Ik mag ook niet vergeten dat er ook krijgshoven waren. Dus beroepsinstanties. Iemand die veroordeeld was door een krijgsraad en dacht van een veel te hoge straf te hebben gekregen, kon in beroep gaan. En je ziet ook hoe die krijgshoven na verloop van tijd als een soort uniformiseringsinstrument optreden. Hè. Ze gaan te grote verschillen via hun uitspraken in beroep dus wegwerken. In zijn statistische studie over de repressie heeft de inmiddels overleden auditeur-generaal professor John Hillison uitgerekend dat het krijgshof in 42% der gevallen de door de krijgsraden uitgesproken straffen heeft bekrachtigd en in 16% der gevallen de straffen heeft verzwaard. Maar dat het krijgshof in niet minder dan 42% van de voorgelegde zaken in beroep de uitgesproken straffen heeft verminderd. Artikel 98 van onze grondwet schrijft voor: de jury wordt ingesteld voor alle misdaden, als ook voor politieke misdrijven en persmisdrijven. Vermits de meeste door collaborateurs begane misdaden en misdrijven van politieke aard waren, moesten ze dus normaal door een hof van assise worden berecht. En hoewel daarboven artikel 94 van onze grondwet bepaalt dat nog buitengewone rechtbanken, nog commissies, onder welke benaming ook in het leven kunnen worden geroepen, werden alle daden van collaboratie door krijgsgerechten en niet door hoven van assise behandeld. Mijn
men heeft dat besluit dus genomen in 1934, meer bepaald door de wet van 19 juli 1934. En die zegde dat dus de misdrijven in verband met samenwerking met de vijand, dat die in oorlogstijd door de militaire rechtbanken zouden bevonnist worden. Ik vermoed dat degenen die dat zo hebben beslist, dat die gedacht hebben aan de noodzakelijkheid om die repressie tamelijk vlot te kunnen afhandelen. En met Hoven van Assisen was dat een onbegonnen werk. Het zou jaren geduurd hebben. Dat was ook niet aangewezen van dat te laten aanslepen. De procedure was daar veel omvangrijker. Veel te omslachtig, veel te ingewikkeld. En voeg daarbij dat het behandelen van die zaken door de Hoven van Assisen niet noodzakelijk in het voordeel van de betrokkenen zou zijn uitgevallen. Er waren heftige, of mensen die er heftig tegen waren geweest. Ja, de publieke opinie was zeer opgezweept. Zou strenger geweest zijn dan de rechters? Ja, de geest des tijds heeft daar een rol gespeeld, of zou daar een rol gespeeld hebben. Die heeft zelfs een rol gespeeld. Met betrekking tot de krijgsraad. De besluitwet van de 26 mei 1944 heeft de normale samenstelling van de militaire rechtbanken in zaken van incivisme gewijzigd. In plaats van uit 4 militaire en 1 burgerlijke rechter als voorzitter, zoals voorheen, waren er nu voortaan 3 militaire en 2 burgerlijke magistraten, van wie er 1 de voorzitter was. Een aantal van deze officieren waren jarenlang krijgsgevangen geweest en konden daardoor beïnvloed zijn of hadden de toestanden in ons bezet land niet meegemaakt. Bovendien waren de militaire rechters juridisch meestal niet geschoold. Dus die burgerlijke magistraten waren afkomstig uit de normale rechterlijke macht. En die werden dus voor een hele periode benoemd, totdat zij bijvoorbeeld ontslag namen of men van oordeel was dat die krijgsraad niet meer verder moest bestaan. De militaire leden, dus de officieren, die kenden veel meer een systeem van doorstroming. Die werden dus bij loting aangeduid en die moesten maar 3 maanden functioneren. Dus om de 3 maanden werden er nieuwe officieren aangeduid. De burgerlijke magistraten vormden dus als het ware het element van continuïteit in de militaire rechtsmachten. Nu moet ik ook reeds zeggen dat in zoverre daar sprake zou kunnen zijn van de invloed van die militairen in de rechtspraak, dat moet men niet overdrijven. Die militairen worden aangewezen om welk om de burcht in krijgsraad een zitting te nemen, zijn dat werk niet gewoon. En ik heb dat zeer van nabij kunnen ervaren, stellen het grootste vertrouwen in hun burgerlijke collega, die, dat mag wel gezegd worden, in die rechtspraak een determinerende rol speelt. Omdat ze specialisten zijn. Omdat zij specialisten zijn in het recht en in het bijzonder in de strafrechtspraak. Bij normale krijgsraad kan dan wel een zekere meer directe rol door de militairen gespeeld worden, in zoverre het over typisch militaire misdrijven van insubordinatie enzovoorts gaan. Maar dat was hier niet aan de orde. Had men daar 5 burgerlijke magistraten moeten zetten, dan had men een apparatuur moeten scheppen van burgerlijke magistraten die mensen die dus met een vaste benoeming tussen haakjes, hè? Mensen waarvan verwacht kon worden dat ze ook een juridische vooropleiding hadden enzovoort. Die had men gewoon niet. Naast het feit dat men ook nog zeer veel magistraten nodig had voor de gewone strafrechtelijke, gemeenrechtelijke delicten. Men mag niet vergeten dat, en dat vergeet men vaak, dat het eerste jaar na de bevrijding ook een jaar is met enorme hoeveelheden gewone criminaliteit. Als u de cijfers bekijkt van de ontwikkeling van de criminaliteit in ons land en van het aantal strafrechtsgedingen, dan zit er in de eerste 2 jaren na de oorlog een zeer hoge piek.
En dat heeft te maken met het feit dat dat toch wel een periode was waarin een aantal, rechtsnormen verzwakt waren. Dat waren dus mensen die uit de normale rechtbanken afkomstig waren, die in sommige gevallen ook dus, het werk nog van hun rechtbank moesten verder zetten en die daarnaast nog eens moesten functioneren binnen de militaire magistratuur. Wat dus een zeer zware druk op het functioneren van die magistratuur gelegd heeft. Men moest dus zeer snel werken in feite. Militaire rechtbanken of krijgsgerechten, dus zowel de krijgsraden als het krijgshof, voor het beroep dan, kenden tijdens de repressie een ware boom. Voor de oorlog waren er in ons land wel geteld 4 krijgsraden met evenveel krijgsauditoraten of militaire parketten. Tijdens de repressie liep het aantal tot 21 op en het aantal kamers tot niet minder dan 134. Ook het krijgshof telde uiteindelijk 24 kamers. In vredestijd telde het militair parket hooguit 35 à 40 magistraten en griffiers. Hun aantal steeg na de bevrijding tot ver over de 1000. Meer dan 600 nieuwe auditeurs en substituten, alsmede een 800-tal griffiers, werden in dienst genomen. Vastbenoemde magistraten en welvarende advocaten waren niet zo geneigd naar de tijdelijke militaire magistratuur over te stappen. Dat verklaart waarom zoveel jonge en onervaren dokters in de rechten tot substituut van de krijgsauditeur werden aangesteld. Er zijn leden van krijgsgerechten geweest die tijdens de oorlog, door toedoen van de Duitsers en ook van de collaborateurs, zwaar hebben geleden. Bijvoorbeeld het verlies van een familielid. Was dat geen probleem eigenlijk in een krijgsgerecht? Dat daar mensen zaten die... Ik zou u kunnen vragen, is het een probleem voor een rechter als hij gescheiden is in echtscheidingsprocedure te zetelen? Dat is natuurlijk onzin. Er is geen enkele persoonlijke mening daarover. Men moet een bundel, de stukken van een bundel beoordelen. Dat er natuurlijk gevallen geweest zijn van mensen die gehandeld hebben naar de zin van persoonlijke wraakgevoel, dat is altijd mogelijk. Maar ik heb toch de indruk dat de meesten toch hun best gedaan hebben. Zelfs indien ze zwaar gehinderd zijn geweest door wat in de oorlog gebeurd is. Bijvoorbeeld een voorzitter van een krijgsgerecht wiens zoon tijdens de oorlog is omgekomen. Wel, die zou men natuurlijk beter geven. Men twijfelt niet aan zijn eerlijkheid, maar men kan begrip hebben voor het feit dat hij daardoor beïnvloed wordt. Menselijk bedoel ik. Die zou men natuurlijk beter, al was het om zijn eigen leed te eerbiedigen, geen voorzitter maken van zo'n rechtbank. Zoals men bijvoorbeeld kan protesteren tegen een lid van een jury van het Assisenhof, die bijvoorbeeld verwant is met iemand die u beschuldigt enzovoort enzovoort. Dezelfde zin volgens mij. Wel, het beroepsethos van een magistraat, zoals dat traditioneel in België beleefd is geweest, en ik denk ook nu nog in ruime mate beleefd wordt, is van die aard dat een magistraat kan geacht worden zich boven die persoonlijke ressentimenten te kunnen stellen. Het zijn ook mensen, hè? Dat ik persoonlijk van mening ben dat een magistraat met zo'n situatie beter deed zich te recuseren en te vragen ontlast te worden van de dienst in de krijgsraad. Hoe verklaart u dat het verzet en buiten de gerechtelijke repressie en buiten de gerechtelijke epuratie is gehouden? Die hebben daar niks mee te maken. Terecht. Dat is iets positiefs voor de rechtspraak van die tijd, dat men deze mensen op afstand gehouden heeft. En volgens bekende gegevens is dat vooral te danken aan de rol die de auditeur-generaal, de toenmalige auditeur-generaal Ganshoff van der Meers, in Londen gespeeld heeft. Er waren in Londen voorstellen om dus weerstanders in de militaire rechtbanken te benoemen. De auditeur-generaal heeft zijn ambt in de waagschaal geworpen en heeft gezegd, als dat gebeurt, dan neem ik mij aan ontslag.
Waarom heeft hij dat volgens u denkelijk gedaan? Ik denk om, omwille van zijn achtergrond als magistraat, dat hij gedacht heeft, kijk, dit brengt de objectiviteit van de rechtbank in gevaar, dus ik verzet mij daartegen. Waarom zou dat de objectiviteit van de rechtbank in gevaar hebben gebracht wanneer verzetslui erin zouden gezeten hebben? Omdat zij dus een bepaalde positie, een bepaalde stelling ingenomen hadden tijdens het conflict, tijdens de oorlog dus. En zij dus noodzakelijk vooringenomen zouden geweest zijn ten opzichte van de mensen die zij moesten berechten, die tenslotte diegenen waren die zij bestreden hadden. Maar in de burgerlijke epuratie, is daar het verzet buiten gehouden geworden? Wel, de burgerlijke epuratie was uiteindelijk een beslissing die totaal afhing van de krijgsauditeur. Het was de krijgsauditeur als solospeler die besliste of iemand zijn burgerrechten verloor of niet. Men kon wel in beroep gaan en het beroep werd dan besproken in de, door burgerlijke magistraten in de rechtbank van eerste aanleg. Maar het verzet speelde daar geen rol in de beslissings, in de besluitvorming. Wat niet belet dat verzetslui wel een rol hebben gespeeld in het formuleren van aanklachten, in de administratieve epuratie. In veel van die commissies die in departementen werden opgericht kort na de bevrijding zaten ook mensen uit het verzet. Dus het verzet is niet afwezig geweest in de repressie in ruime zin, is wel, denk ik, afwezig geweest, rechtstreeks toch, hè, in de repressierechtspraak in de krijgsgerechten. Tot zover dan deze schets van het politiek en juridisch kader waarin de bestraffing en de zuivering van start zijn gegaan. In het tweede programma van onze driedelige reeks over de gerechtelijke repressie zullen wij het hebben over de massa, de meer dan 405.000 dossiers die werden aangelegd, over de sfeer die in de krijgsgerechten heerste, over de geest des tijds die zo sterk van buitenaf werd beïnvloed, over de vraag of de incivieken en hun advocaten wel voldoende waarborgen werden geboden, of de rechten van de verdediging wel werden geëerbiedigd, over het optreden van de rechters, de krijgsauditeurs en hun substituten. Ook zullen wij de wijze nagaan waarop de bestraffing over de onderscheiden vormen van collaboratie werd toegepast, waarom de politieke en de militaire collaboratie veel strenger werden bestraft dan de economische collaboratie en of de Vlamingen al dan niet zwaarder werden bestraft dan de Franstaligen. Met andere woorden, of de repressie wel anti-Vlaams is geweest. Tot slot zullen wij wijzen op de vlugge en gevoelige vermindering van de straffen om ons dan tot besluit af te vragen of de repressie ontspoord en mislukt is, zoals sommigen aanvoeren. Nog een goede avond en tot volgende keer.